Vandaag gaan we het over de bede, kom Heer Jezus hebben. Zij komt voor op de laatste bladzijde van de Bijbel. Johannes, eigenlijk Openbaring, loopt ten einde met het visioen van het nieuwe Jeruzalem, waarin de zaligheid van, het herstelde paradijs wordt genoten. Maar daar volgen nog enkele slotversen die de strekking hebben op de grote betekenis en de hoge ernst van de inhoud van zijn boek, van zijn Bijbelboek, want de Bijbel is één boek, van Openbaringen te wijzen. Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, verzekerde engel, die hem het laatste visioen heeft getoond. Het slaat dus niet alleen op de woorden van Openbaring, maar op heel de Bijbel. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. In vers 6. Wat Johannes gezien en geschreven heeft, is geen product van zijn eigen fantasie. Nee, het is afkomstig van dezelfde God die ook de geesten der profeten geïnspireerd heeft en bezit dus gelijk het gezag als het woord van de oud-testamentische godsmannen. Het is dan ook één boek, het gezag van de oud-testamentische en nieuw-testamentische boeken zijn gelijk. En alsof deze verzekering van Gods engel nog niet voldoende waren, zo wordt ze door het woord van de heiland zelf verzegeld. Zie, ik kom haastig. Dus laat zijn stem tot driemaal toe zich horen. Het is de directe bevestiging van alles wat door Johannes geschreven werd. Want heel het boek Openbaringen, de brief van Openbaringen, bedoelde niet anders dan deze waarheid zijn lezers in te scherpen en over de wegen van zere komst hen in te lichten. Ik, Jezus, zo verzekerde de Heer Jezus verder, heb mijn engel gezonden om jullieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Het is Jezus zelf die door bemiddeling van zijn engel en zijn apostel tot de gemeenten van zijn komst heeft gesproken. Hij is de Messias die alle eeuwen door al bezig is zijn volk verlossing te bereiden. Als de wortel Davids heeft hij aan David het aanzijn geschonken en in diens werk de toekomstige verlossing afgebeeld. Als het geslacht van David is hij aan David ontsproten om het toegezegde heil te verwerken. En straks zal hij de begonnen arbeid voltooien, wanneer hij als de blinkende morgenster aan hemels trans verschijnen zal om aan de nacht van deze bedeling een einde te maken en de glansrijke dag der eeuwigheid te doen aanbreken, waarop geen nacht meer volgen zal. En het antwoord op die betuiging van die verheerlijkte Christus luidt dan in onze tekst. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. Zie daar, dus het onderwerp van deze prediking, naar het woord van onze tekst. De bede om Jezus' komst. 1. De bede van de geest. 2. De bede van de bruid. En behoort zij de bede van ieder van ons te zijn. 1. De bede om Jezus' komst is allereerst de bede van de geest. En de geest en de bruid zeggen, kom, schrijft Johannes. Dat schijnt ons wellicht vreemd. Hoe? Zo vragen we.
Heeft de geest dan bij Jezus' wederkomst belang? Is hij niet eens één wezen met de Vader en de Zoon? En is zijn gemeenschap met de Zoon dan niet volkomen? Wat voor reden kan de geest dan hebben om te bidden om Jezus' komst? Het antwoord op deze vraag is bij enig nadenken niet zo moeilijk. In de eerste plaats valt hier te wijzen op de toestand waarin de geest thans verkeert. Wat is er gebeurd op de Pinksterdag? Toen is, zoals u weet, de Heilige Geest uitgestort. De verhoogde en verheerlijkte Christus, die als loon op zijn volbrachte lijdensarbeid de vrije beschikking over de geest had ontvangen, heeft van de beschikkingsrecht ten bate van zijn gemeente gebruik gemaakt en hem uit de hemel op aarde doen nederdalen, opdat hij in de gelovigen als zijn tempel wonen zou. Geeft u nu goed rekenschap van wat dit zeggen wil. Wij plegen, wanneer wij nadenken over het Pinkstergebeuren, vrijwel uitsluitend onze aandacht te schenken aan de zegenrijke betekenis die het voor ons heeft. Maar dit is slechts de ene kant ervan. Het heeft ook een keerzij. Ook de geest zelf was erbij betrokken. En wat betekent het voor hem? Voor hem kan diezelfde gebeurtenis die ons verrijking bracht, ongetwijfeld slechts een verarming geweest zijn. Verarming? Zegt u verwonderd. En wederom vraagt u, maar heeft de geest dan geen deel aan het volzalig wezen Gods? En blijft hij daarom niet dezelfde? Hetzij hij op aarde of in de hemel is, kan er bij de geest van God wel van verarming sprake wezen? In het antwoord, ik antwoord met u te herinneren aan wat de schrift ons ergens zegt van de Zoon van God. Want gij weet de genade onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. 2 Korinthe 8, vers 9. Inderdaad biedt het mysterie van de menswording van de Zoon ons een parallel van het wonder der geestuitstorting, die ons inzicht in dit laatste verhelderen kan. Ook de Zoon bleef God toen hij mens werd. Hij deelde in de volmaaktheid van alle goddelijke eigenschappen. Hij was en bleef één wezen met de Vader en de Geest. En toch betekende zijn menswording een verarming voor hem. Want de glorie zijner goddelijke majesteit moest hij afleggen. Zij ging achter de wolk van zijn nederige menselijke verschijning schuil. In plaats van de hemel werd deze aarde zijn woonplaats en met name de mens Jezus werd het centrum van zijn goddelijke persoonlijkheid. Dat was zijn vernedering, zijn arm worden, daar hij rijk was. Zo nu ook de geest, toen hij uitgestort werd, voor een deel bleef hij, die hij was, deelgenoot aan alle volmaaktheden van het goddelijke wezen. Eén wezen met de Vader en met de Zoon. Maar aan de andere kant had er toch ook een ontzaglijke verandering met hem plaats. Want hij moest zijn residentie van de hemel naar de aarde verleggen. En geen andere tempel stond hem hier ter beschikking dan die van het door de zonde verduisterde en verdorvene mensenhart. Nu,
Wat denkt u? Was dat geen verarming? Dat is het. Wat ons ook bij de geest van de stade vernedering zou kunnen doen spreken. Hij is thans, ondanks zijn alomtegenwoordigheid, in zekere zin van vader en zoon gescheiden, het brandpunt zijner goddelijke persoonlijkheid heeft zich van de hemel naar de aarde verplaatst. De lichtende sfeer van Gods heiligheid heeft hij moeten verlaten voor de donkere en zondige sfeer van deze aarde. Het gezelschap van Gods heilige engelen voor dat van de haters en vijanden Gods. Maar is het dan wonder dat hij met smachtend heimwee uitziet naar de dag waarop zijn vernedering een eind zal nemen? Bad ook Jezus niet in zijn hoge priesterlijk gebed? En zou dat niet de ademtocht van heel zijn leven op aarde geweest zijn? Verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. De bede heeft ook, die bede leeft ook in de geest. En daarom roept hij om Jezus' komst. Want Jezus' komst zal zijn verheerlijking brengen. Wanneer Jezus wederkomt, zal de hemel en de op aarde nederdalen, opdat de aarde in de hemel opgenomen worden. Openbaringen 21, vers 10 en 22, vers 1 tot 5. Dan zal de tegenstelling tussen beide wegvallen, want ook de aarde zal worden vervuld worden van de heerlijkheid Gods. Dan zullen vader en zoon herenigd worden. En hoe zou het anders kunnen, of dagelijks reist de bede des geestes hemelwaarts. Zij het onhoorbaar voor ons menselijke oor, vertoon u, o morgenster, verschijn blinkende, doe aanlichtende dag, die aan mijn vernedering een einde maken zal, en waarop ik voor eeuwig verheerlijkt zal wezen. Dit is echter niet het enige. De bede van de geest vindt haar verklaring niet alleen in de toestand waarin hij nu verkeert, maar ook in het werk dat hij hier verricht. Waartoe is de Heilige Geest op Pinksterdag uit de hemel neergedaald? Immers hiertoe, opdat hij Christus verheerlijken zou. Johannes 16, vers 14. Diens werk aan onze harten zou toepassen, de mensheid zou vernieuwen tot een heilige, goddelijke tempel. Maar ach, wat een moeilijk werk is dat, en hoe zwaar is de strijd die het vordert, die het vraagt. Want de mensheid is geen ledige vestiging, geen lege vesting, die zomaar zonder slag of stoot in bezit kan worden genomen. Nee, in haar woont de boze geest, die zich met hand en tand tegen ontruiming verzet. Wel heeft deze, doordat Christus aan het kruis de schuld der mensheid geboet heeft, in beginsel het pleit verloren, het recht op haar verbeurd. Maar praktisch is hij niettemin ook nu nog de overste deze wereld. Johannes 12, vers 31, die hoofden en harten in beslag zoekt te houden en het denken en willen der mensheid geheel op velerlei terrein beheerst. En de kracht van de Heilige Geest mag groot zijn, ook de boze geest is sterk. Hij geeft direct geen kamp. Voetje voor voetje wordt de wereld op hem, moet de wereld worden veroverd in zware worsteling. Denk maar eens aan uzelf. U meent een christen te zijn, een tempel van de Heilige Geest, in beginsel aan de macht des bozen ontrukt en door Gods geest bezield, maar bent u daarom van alle zonden vrij?
Helaas, u weet het beter. U moet klagen over uw gebrekkig inzicht in Gods waarheid, over de verkeerde en slechte gedachten die vaak bij u opkomen, over zondige lusten en hartstochten waartegen u hebt te strijden. Soms is de openbaring van de macht van de boze in u zo sterk dat u twijfelt of u wel werkelijk een kind van God bent. U strijdt tegen de zonde die in u woont. U meent vooruit te komen, te overwinnen. U hebt er niet zoveel last meer van als vroeger, totdat ineens in een onbewaakt ogenblik onderlicht en u zelf met schaamte moet bekennen dat de zonde in u toch nog weer sterker was dan de deugd. Smartelijke ervaring voor uzelf. Ja, maar niet minder smartelijk. Vergeet dit vooral niet voor de Heilige Geest die in u woont. Dit is het bedroeven van de Heilige Geest waarvan Gods woord ons spreekt in Efeze 4 vers 30. En inderdaad, wat is bedroevender voor hem dan dadelijk aan ons te arbeiden opdat wij het beeld van Christus gelijkvormig worden en desondanks te ervaren dat wij nog telkens dat van de vorst der duisternis vertonen. Denk verder aan de gemeente. Niet alleen aan enkele gelovigen, maar ook de gemeenschap der gelovigen draagt in de schrift de naam van de tempel van de Heilige Geest, Efeze 2 vers 21 en 1 Korinthe 3 vers 16. Die gemeente is het terrein dat hij op de Satan veroverd heeft. Zij is het begin van de nieuwe mensheid, waarin hij met zijn genade woont en werkt. Het leger waarmee hij tegen de vorst der duisternis strijdt, indien ergens, dan moet in haar midden openbaar worden dat de macht van de boze bezig is te gronden te gaan. Maar ach, hoe moeizaam is de strijd die toch ook daar, in de boezem van zijn eigen leger, nog vaak moet worden gestreden. Wat een verdeeldheid tussen hen, die door één geest behoorden geleid en geregeerd te worden. Verdeeldheid in geloofsovertuiging, in waarheidsbelijdenis, verdeeldheid door onderlinge haat en nijd, afgunst en twistgierigheid, zou ook dat voor de Heilige Geest geen reden tot grote droefheid zijn, dat zijn kerk, zijn leger, dat eens gezind schouder aan schouder behoorde te staan tegenover de macht van de vijand, zo vaak diens geest in eigen boezem heersen en daardoor de kracht van zijn gelederen verbreken laat. Ziet al verder rondom u en laat uw blik over heel de wereld gaan. Want niet tot enkelingen beperkt zich het werk van de geest en evenmin tot een over enkele landen en volken zich uitbreidende kerk, maar zijn kerk wil wereldkerk wezen. Zijn werk, de hele aarde omvatten, gaat heen in de gehele wereld en predikt het evangelie aan alle creaturen, heeft Jezus zijn discipelen bevolen in Markus 16 vers 15. En dit bevel geldt ook voor hem. Overal waar het woord Gods uitgedragen wordt, moet hij volgen om het aan zondaars harten te heiligen. Of liever nog, hij moet voortgaan om voor Christus baan te maken, om de harten open te doen springen, opdat hij als koning der Here ze binnengaat. En wat is nu tot dusver van de grote wereldkerk van de Heilige Geest geworden? Ongetwijfeld is er reden om dankbaar te zijn. Het evangelie heeft in de eeuwen die achter ons liggen reusachtige vorderingen gemaakt. Het christendom heeft zich wereldgodsdienst bewezen. Er is geen werelddeel waarin de kruisbanier niet is geplant. 1/3 van de mensheid is thans gekerstend,
gedoopt in Jezus' naam. De Heilige Geest is sterker gebleken dan de boze geest. Maar toch, wat een mensenmassa is er nog die nooit van Jezus gehoord heeft. Wat een massa ook, die wel van hem gehoord heeft, maar weigert het hoofd onder zijn koninklijke schepter te buigen. Welke massa eigenlijk, die hem ontrouw is geworden. De geest heeft uitgeblust, zoals Gods woord het noemt, in 1 Thessalonicenzen 5 vers 19, en is overgelopen naar het kamp van de vijand. En wederom, hoe moet dit alles de geest tot droefheid stemmen? Maar dan verstaan wij ook des te beter waarom hij met biddend verlangen naar de dag van Jezus toekomst zich uitstrekt. Het is wel zo dat God alleen werkt in zijn uitverkorenen en ook die uitverkorenen allen tot heiliging brengt, tot zijn doel. En daarin werkt de geest ook. De geest werkt niet zomaar in heel de wereld. En het een ontvalt hem en de andere die komt er weer bij. Nee, zo werkt het niet. De geest werkt door Gods plan om die mensen te redden die hij tevoren gekend heeft. Nu heeft hij, de Heilige Geest, nog dagelijks te worstelen met de machten der duisternis. In zijn uitverkorenen vooral. Nu staat hij nog voortdurend aan teleurstelling bloot. Nu arbeidt hij wel om Christus in de zijnen, in de kerk, in de wereld gestalte te geven. Maar helaas, het volmaakte christenbeeld vertoont zich niet dan echter als Jezus komt. Dan zal ook de feitelijke macht van de Satan teniet gedaan worden en de laatste tegenstand worden gebroken, zodat hij de zegenpraal wegdraagt. Dan zullen Gods kinderen geheel geheiligd en verheerlijkt zijn en volmaakt Gods beeld vertonen. Dan zal de gemeente en een heilige tempel wezen, voltooid naar Gods eeuwig bestek en van zijn liefde vuur doorgloeid. En de mensheid zal herboren wezen, want zij zal van kaf gezuiverd zijn. En de hemel en de aarde zullen vernieuwd. En God drieënig zal alles in hen wezen. Welk een toekomst. Nog eenmaal kan het verwonderen dat voortdurend de bede des geestes van deze aarde naar de hemel omhoog stijgt. Kom, verheerlijkte Christus, o kom. Vertoon u, o morgenster, verschijn blinkende. Doe aanlichtende dag, waarop mijn arbeid zijn einde zal hebben bereid. Mijn strijd met zegen zal worden gekroond en alles zal stralen van de glans uwer heerlijkheid. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. 2. Maar niet alleen de geest, maar ook de bruid bidt. Zo wat onze tekst ons vertelt. De bruid, u weet wie daarmee bedoeld is. Het is de Christusgemeente die aldus wordt aangeduid. Gedurig stelt de schrift haar voor onder het beeld van de bruid van Christus, dienovereenkomstig onder dat van de bruidegom. Wanneer Paulus in Efeze 5 over het huwelijk gesproken heeft, laat hij volgen: deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit, ziende op Christus en de gemeente. Vers 32. Johannes de Doper roept: die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan ook mijn blijdschap vervuld geworden, Johannes 3 vers 29. En ook de heiland zelf heeft het beeld meermalen gebezigd. Ik herinner u thans alleen maar aan zijn woord.
kunnen ook de bruiloftskinderen treuren? Zolang de bruidegom bij hen is, Matthäus 9, vers 15, geen hoger liefde op deze aarde dan de bruidsliefde, geen beter beeld daarom ook dan om de geheel enige liefdesverhouding te tekenen die er tussen Christus en zijn gemeente is. Zeker, ook dit beeld is nog gebrekkig. Al het aardse en menselijke biedt slechts een verzwakte gelijkenis van wat hemels en goddelijk is. Geen bruidegom vat ooit liefde op voor een bruid zo arm en ellendig, zo lelijk en afzichtelijk als deze bruid. Geen bruidegom bracht voor zijn bruid ooit een offer zo waardevol als de bruidegom bracht. Het offer van een heilig goddelijk leven. De liefde van Christus voor de zijne gaat ver boven alle aardse bruidsliefde uit. Zij is van hoger orde. Maar afgezien hiervan is het beeld zuiver en laat zich in ons menselijk leven zelfs geen verhouding vinden welke die tussen Christus en zijn gemeente meer nabij komt. En door dit beeld is nu tevens duidelijk waarom de bruid, dat is de gemeente, om Christus wederkomst bidt. Ook zij heeft daarvoor een dubbele reden. Ze bidt om de komst van haar bruidegom, om zijnentwil en om haars wil. Voor eerst om zijnentwil. Waarom is Christus, waarom is Jezus van haar heen gegaan? Waarom vertoeft haar bruidegom te komen? Het antwoord is eenvoudig. Het huwelijk is nog niet voldoende voorbereid. Zo gaat het immers in ons menselijk leven ook vaak. Een huwelijksdag laat op zich wachten, omdat de bruidegom nog niet in staat is zijn bruid te ontvangen en te verzorgen. Eerst moet hij een behoorlijk maatschappelijke positie hebben, over voldoende inkomen beschikken, een woning zijn bruid kunnen aanbieden en dan pas kan het huwelijk voltrokken worden. En daarom strekt het hart van de bruid verlangend zich uit naar de dag waarop het eindelijk zover zal zijn gekomen. Niet om haren willen allereerst, maar om haar bruidegom, want die dag zal de kroon op zijn arbeid zijn. En in die bekroning van zijn arbeid verheugt zij zich om zijnentwil. past dit nu op Christus en zijn gemeente? Ook hier heeft het uitblijven van de huwelijksdag daarin zijn oorzaak, dat de bruidegom nog niet klaar is met zijn voorbereidende arbeid. Eerst moet hij zijn rijk volmaken, zijn strijd voleindigen, de woning voor zijn bruid in gereedheid brengen. Hij heeft het haar zelf niet in een van zijn afscheidsgesprekken met zoveel woorden gezegd. In het huis mijn vader zijn vele woningen, zo sprak hij, anderszins zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn om u en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben, Johannes 14, vers 2 en 3. Niets minder dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wil hij zijn bruid straks aanbieden, opdat zij met hem erover regeren en eeuwig in zijn heerlijkheid delen. En niet eerder dus kan het huwelijk voltrokken worden dan wanneer die toebereid zijn. Maar dan verstaat u ook waarom de bruidskerk instemt met de beden van de geest en mee roept om Christus' komst. Niet allereerst om haars wil, maar om de wil van haar bruidegom. Maar om haar bruidegom. Want als een rechtgeaarde bruid leest zij met haar bruidegom mee. Zij denkt zich in wat glorie het voor hem zal zijn.
wanneer hij in zijn goddelijke majesteit zich aan zijn vijanden zal vertonen, wanneer alle oog op hem zien zal, ook degenen die hem doorstoken hebben, Openbaringen 1 vers 7, wanneer alle knie zich voor hem buigen en alle tong belijden zal dat hij, Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods de Vader, Filippenzen 2 vers 10 en 11. Zij droomt van de vreugde die het hem geven zal, als hij, na hemel en aarde vernieuwd te hebben, de vrucht van zijn arbeid haar tonen en met de blijde welkomstgroep haar tegemoet treden zal. Welaan, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Matthäus 25 vers 34. O, daar zal blijdschap voor hem wezen, maar blijdschap ook voor haar, en zover zij blijdschap, harer blijdschap is. Hoe zou zij die grote dag dan niet verwachten met een groot verlangen? Hoe niet dagelijks bidden om de geest, kom, Heere Jezus, ja, kom, maar ook om haarzelf wil, heeft de bruid reden om zo te bidden. Want omdat Jezus haar bruidegom is, kan het niet anders, of zij moet met hem in zijn heerlijkheid delen. De dag van zijn verheerlijking moet noodzakelijk ook die van haar verheerlijking worden. En welke verheerlijking zal dat zijn? Hoe geheel anders nog zal ze wezen dan die van haar bruidegom? Die is nu feitelijk al verheerlijkt. Hij zit immers bij zijn vader in de troon. De hoogste plaats in het heelal is de zijne. Zijn heerlijkheid behoeft zich slechts te openbaren, maar, zei de bruid, moet nog verheerlijkt worden. Ach, in wat droeve toestand verkeert zij nog. Ze heet de bruid van de koning van het heelal, de heiligen en de verheerlijke Godzoon. Maar men zou het haar niet aanzeggen wanneer men haar ziet. Moest zij als zodanig niet rein en heilig zijn en van alle zonde vrij? En ziet, zij is ook ondanks haar aanvankelijke heiliging bevlekt met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Moest zij als zodanig niet onsterfelijk zijn, niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam? En ziet, zij woont hier in een lichaam dat onderworpen is aan zijn lijden en dood, en waardoor in het eind de grafkuil zich opent, opdat het